Ja, we staan dus nu echt op een plek waar, waar dat arbeidskamp was. Zullen we daar even die kant op lopen, langs de braak op? Ja, dit was dus de deur naar ploeg 7. Daar had je aan de linkse kant de oogbedden. Dus dit was een slaapzaal, laat ik het dan zo uitdrukken. Ja. Met 16 man, dus op stapelbedden. Hè? Ja. En dan had je daar de kamer voor de, de kassen waren en de tafels en stoelen. En, dat was dan één ploeg. Dit was ploeg 7 die hier lag. En de volgende daarachter, dat was precies hetzelfde? Ja, ploeg 8 en dan verder de kaderleden. Oké. Okay. Dus daar leerden wij het marcheren en van de schop presenteren een militaire, semi-militaire opleiding. Dus eigenlijk was de schop de vervanger voor het geweer? Ja. Maar de handelingen waren hetzelfde? De handelingen waren precies hetzelfde bij de militairen. En dat was 's morgens of? Want 's morgens kreeg je eerst sport. Ja. En dan kreeg je lessen en dan kwam je in op exercitieterrein en dan moest je dan leren exerceren dit hele gebeuren op dit exercitieterrein. Dus de eerste opleiding was hier eigenlijk? Ja. Waar dan wij, ja. En aan die kant van het terrein stonden ook nog barakken? Daar stonden ook barakken. Ik denk dat gebouwtje daar links, daar heel achterin, daar zat materiaal in. Ja. De rest is allemaal bijgebouwd. En op dit moment wordt het gebruikt als? Voor sportverenigingen. Ja. En omdat het goed gebruikt wordt, staat dat er gelukkig nog. Ja, dus dit is echt de enigste braak van de Nederlandse arbeidsdienst die in Nederland maar staat. En verder bestaat er niks meer op? Nee, die hebben ze allemaal afgebroken. Ja. En hoe was nou zo'n dagindeling, als nou die opleiding voorbij was, want dan gebeurde er wat anders? Ja, dan moet je werken. Ja. Dus dan ging je in kolonne naar het werkterrein. En dat was voor ons dus, in Doldersum, een ontzettende grote aardappelvelden. De aardappels moesten gerooid worden. Dus dan moesten we, 's morgens gingen we marcheren en dan moesten we liederen zingen. En dan liepen we zo naar Doldersum en daar werd je verdeeld. Naar die ploeg, want wie de beste ploeg, wie de meeste aardappels gooide, die kreeg dan 2 dagen extra verlof. Oké. Okay. Dus ze pepten je wel op om, een soort bonussysteem, heet dat tegenwoordig. Ja. En dan smidden ze om een uur of 3, dan gingen we weer naar huis. Ja. En dan, dan was het weer je netjes maken voor het eten. En dan was het 's avonds eten. En 's morgens, hoe vroeg begonnen jullie dan? Dan moet ik even praktiseren. Ik denk dat we om 6:30. Ik weet het niet helemaal precies meer. Maar ik denk wel 6:30 dat het bed het moest en dan wassen. En aankleden en dan, en dan brood eten. Hè? Ja. En de middag brood dat werd op het land gegeten? Ja. Werd dat meegenomen? Dat durf ik ook niet te zeggen, maar ik denk dat het gebracht werd. Ja. Want ik kan me niet voorstellen dat wij, het zou misschien makkelijk kunnen, dat weet ik niet. Nee, hoor. Daar kan ik geen antwoord op geven, ja. Want zo'n herinnering, nee. Die kampbewaking, hoe zat die in elkaar? Waren dat soldaten of ook gewoon arbeidsmannen? Wij gewoon, hè. Je kreeg de opdracht van, je vanavond wachtkloppen, laat ik maar zo zeggen. Ja. En dan ging je dan naar de wachtcommandant. Ja. En dan zat je dan met z'n vieren. Oké, dat staat bij die ingang. Ja, dat staat bij de ingang. Ja. En dan moest je zorgen dat... Dan liep je rond hier binnen het kamp, niet buiten het kamp, maar binnen het kamp. Dan liep je dan rond met een knuppel. En de knuppel in de hand. En dat noemden we dan knuppelwacht. En
Nou ja, de, diegene die dan vluchtte, nou ja, die lieten wij altijd gaan, natuurlijk. Ja. He, dus, maar ja, dus... Maar dat moest wel gemeld worden. Ja, de volgende, maar niet hetzelfde. Alleen de volgende, niet tegen de wachtcommandant natuurlijk. Nee. Nee, ja. Want, ja, ja, want ze werden pas de volgende dag gemist. Bij het appel. Bij het appel. En dan, okay. Nou, dan werd de wacht geroepen van, nou, maar wij hebben niks gezien. He, juist. Dus, ja. En was het helemaal afgezet met prikkeldraad of kon je er gewoon weglopen? Nee, het was gewoon... Ja, het was wel afgezet, maar je kon hier achteruit en je kon dan vooruit. Vooruit stond aan de wacht. Ja. He? Nou ja, en achteruit kan ik me... Nou, dan, ja, we zijn eruit gevlucht, dus die opening zal er wel geweest zijn. Maar daar maakten we geen gebruik van, laat ik maar zo zeggen. Ja, ja. Ja, ja. Dus altijd was het de voorkant, ja, je moest je wel gemelden bij de wacht dat je wegging. Ja. He? Dus dan werd je opgeschreven en dan... Dus op een vrije avond, hè? Dus als je gewerkt was, dan mocht je eigenlijk gewoon de poort uit? Ja, dan mocht je gewoon fledderen in. Ja. Ja, fledderen in. Nou ja, en de weekenden, of de weekenden, zondag, dan was je de hele dag vrij. En dan liepen wij naar Noordwolde of naar Diever. Dan ging je daar eens een keer kijken. Ja. Ja. Maar toen jullie terugkwamen van aardappelrooien op een gegeven dag, toen gebeurde er wat. Wat was dat? Ja, er waren vier jongens die werken bij een NSB-boer in Wateren. Ja. En dus die hadden een verzetsman gesproken. En die had gezegd, die verzetsman die zei van, willen jullie niet onderduiken? Ja, jawel, dat wilden ze wel, die jongens. Nou, kom, dan zal ik jullie een hol laten zien. En nou, dus die jongens gingen mee en met die verzetsman en die lieten het hol zien. En toen zegt hij, je kunt er meteen wel blijven. Ja, zei de jongens, we hebben nog particuliere spullen en die willen we toch liever meenemen. En toen zegt hij, nou, dan komen we jullie vanavond halen om 11:30. Hij zei, 12 man kunnen we aan een onderduikadres helpen. Hij zegt, en dus als jullie dan om 11:30 buiten het kamp, dus dan wachten wij jullie op. Nou, goed. Dus dat werd rondverteld. He, dus die jongen uit Renen, die zat in ploeg 8, want dat waren de jongens van ploeg 8 die verzetsman gesproken hadden. Dus die kwam naar mij toe en die zegt van, Klaas, we kunnen vanavond onderduiken. Heb je zin om mee te gaan? Ik zei, ja, ik zeg, als jij gaat, ga ik ook mee. Dus nou, daar hadden we afgesproken, na 10:00, want dan moest je voor het bed staan, een hele lange nachtponnen, laat ik maar zeggen. En dan werd alles gecontroleerd, hè? Door de werkmeester of door de, nou ja, weer. En dus als dat gebeurt, dan zet hij na 10:00, dan kleden we ons eigen weer aan. En dan gaan we gekleed op bed liggen. En dan gaan we om 11:30 naar buiten. Dus nou ja, die 12 jongens waren gevonden. En maar ja, wij waren jongens van 18 jaar en we hadden de hele dag buiten gewerkt. En dan... Dan val je in slaap. Ja, dus ja, wij waren in slaap gevallen. En ik werd in één keer wakker. Een gestommeling. En toen zag ik de verzetsman, bepaalde verzetsmannen. Die zei, eruit, zet die witte zin net om mee te gaan. Die gaan maar mee. En nou, ja, ik lag gekleed op bed, dus ik was er zo uit. Ik weet niet of er nou meer van ploeg 7 meegegaan zijn. Dat kan ik niet zeggen. Dus nou ja, ik kwam dan daar buiten. En ik ging naar die groep toe. En nou, toen zag ik dan Frans, hè, die jongen uit Renen. En nou, dus toen gingen we daar achteruit. Met de hele groep. Dus eigenlijk waren die verzetsmensen gewoon het kamp binnengekomen? Ja, die had het kamp overvallen. Oh, die hadden het overvallen? Ja, zomaar... ja de wachtcommandant vastgezet. Het telefoon doorgesneden. En die vier jongens die erin waren, als die zin hadden om mee te gaan... Dan konden ze ook mee, hè, allemaal te vluchten. Ja. En toen zijn wij dus gevlucht. Hoeveel jongens zijn er toen uiteindelijk gevlucht, Klaas? Nou, 21 toen. We waren er al twee, die waren al voor die tijd gegaan. Die wilden niet met ons mee. Want die zijn dus, zelf weggegaan. Maar die werden al opgepakt door de verzetsman. Oké. Okay. Ja, dus... En toen zijn er 21 van hier meegegaan, die jullie als het ware wakker gemaakt hadden. Nou ja, in totaal dus 21, hè? Ja. Maar buiten die twee.
Ja. Dus die twee waren dus, ja, die hadden ze al vastgepakt, dus die waren er al. Ja. Blij gelopen zijn die nacht. Ja, ja. Want dat was hier allemaal bos? Ja. Dit pad hebben wij dus gelopen met z'n 21 een man of 10 bezet. We kwamen dus hier eigenlijk het kamp uit, op ongeveer deze plek. En waar ging je toen heen? Nou, die kant op, naar de bossen. Ja. Dus we zijn, net wat ik zeg, een goed uur gelopen door de bossen heen. Tot we in Doldersum uitkwamen. Ja. En dat was allemaal bos, dat was geen geen weidelandschap zoals we nu zien? Nee. Ja, het weilandschap was er wel dit. Oh, dat was er wel. Ja, maar daar ging het achter, zijn we naartoe gelopen. Ja. Ja, dat is nou een aardig eindje lopen hoor. Maar ja, goed, wij moesten dus vlug, wij moesten opschieten. Ja. He, dus het was eigenlijk een beetje hardlopen door de bos heen. Ja. Want die verzetsmensen hadden haast natuurlijk. Ja, die wilden niet gepakt worden. Nee. Nee. Dat was stikken donker? Ja. Ja. Dat was het bos en het regende trouwens. Het was slecht weer, laat ik maar zo zeggen. Ja. En moeten alles meenemen. Hè. Dekens en kleding en En persoonlijke dingen? Ja, en persoonlijke dingen meenemen. Ja. Dat is allemaal gebeurd toen? Ja. 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 Er is nu geen knuppelwacht die ons kan tegenhouden. Nee, gelukkig niet. We kunnen er zo uitrijden. Ja. Dit is de eerste plek zo'n beetje waar jullie langskwamen. Ja, dit was de eerste hol. Daar gingen dus 4 mensen in. He, en dus, toen gingen wij dus weer verderop. Ja. He, dus maar hier zat de koning, hè? Ja. Ja. Oké. Okay. En hoe moet ik me nou zo'n hol voorstellen? Wat was dat? Nou, ik zal het je... Ja, ik weet niet hoe dit hol... Ik heb dit hol niet gezien dus, hè? Nee. Maar als ik nou ga van ons holletje, dan is het een paar balken, hè, boven. En daar dus gras op en een hol. Gat in de grond wel, toch? Hè? Wel een gat in de grond. Ja, een gat in de grond, maar dan komen die balken erop te liggen. Ja. He, dus, maar je kon er net, nou, je kon er niet in staan. Tenminste, in ons holletje niet. Ja, he, dus, daar weet ik, dit hol, daar weet ik niet of Jan de Koning, nee, Jan de Koning heeft er nooit niks van gezegd. Dus ja, dan kan ik ook niet zeggen hoe dat had. We zijn wel op bezoek geweest, hoor. Wij zijn dus, er is ook een foto, he, dus Van Luik heeft van Jan de Koning een foto gekregen. Ja. Waar ik nog als jongetje van een jaar of 5 moet ik geweest zijn, opsta bij het hol waar Jan de Koning gezeten heeft. Want Jan de Koning en Mariet zijn verloofden, die kwamen toen vlak na de Tweede Wereldoorlog bij ons op bezoek. En dan moesten ze hier een hol, het hol waar Jan gezeten had. Ja. En dan... Maar jij bent er niet in geweest, jij? Niet echt in het hol, maar ik heb ernaast gestaan. En wat ik me van herinner, er lagen inderdaad balken over, een gat in de grond. Ja, ja. En dat gat in de grond was niet vreselijk diep, nee. Ik heb het eerder over gemaakt, dat er 4 mensen in konden, zeg maar. Je kunt het niet zien, maar ik bedoel, het holletje van ons, wij moesten er zo in kruipen. En dan lagen we met z'n 3 en dan konden we zitten. Maar verder voor de rest konden wij niet. We konden alleen zitten en liggen. Ja. En je had wat dekens bij je? Ja, we hadden wat dekens bij je. Er lag stro in natuurlijk. Ja, hè? Ja. Ja, dus... En dan moest je het hoe lang volhouden? 3 nachten en 2 dagen. 3 nachten en 2 dagen en stil zijn? Ja, waar mochten we er niet uitkomen? Want dan werden we doodgeschoten, zei die verzetsmensen. Ja. Ja, dus dat durfden wij niet als jongens van 18 jaar. Maar los daarvan, Jan de Koning vertelde ook nog dus dat ze werden ook bang gemaakt, want dan kwam er iemand eten brengen. Dus één keer per dag kwam er iemand eten brengen. En die zei dan ook dat ze vreselijk stil moesten zijn, vanwege ook het gevaar van ontdekking. Ja. Maar het was wel gecamoufleerd, in de zin dat je het niet 1, 2, 3 zag? Nee, natuurlijk. Kijk, als het in zo'n wal is,
Nou, dan moet je die hele wal dan nalopen. Als er moest een goed pad naartoe lopen. Maar dat was natuurlijk niet, want het werd niet veel gebruikt. Het werd alleen door de verzetsmensen gebruikt. En toen die nacht. En over die balken heen lag ook plagen. Ja, en ik zie aardig wat struiken staan. Die zullen er toen ook wel geweest zijn. Dat is nou natuurlijk zoveel jaren geleden, maar... Ja, je kunt eigenlijk al zien, dat hol, je kunt er eigenlijk al een voorstelling mee geven, omdat dit al hoog is en dit laag is. Ja. He, dus ze hoefden maar zo in een ingang te maken en wat balken erin. Deze omtrek, het kan niet anders. Het kan niet anders als dit hol. Ik denk, ik loop hier al iets omhoog. Dus ja, het moet hier in de buurt, moet het hal waar die vijf jongens in gingen. En toen zijn wij dus doorgelopen. Maar dit ligt alweer een flink stukje van het eerste hol af, hè? Flink stukje lopen. Ja, een stukje lopen wel, lopen, ja. Ja. En die volgende liggen weer een stukje verder? Ja, nou, dat is niet zo ver, hoor. Oké. Dat is heel makkelijk te vinden. Dat is dan een bungalow op de Braamstruik. Okay. Maar hier zijn er vijf? Hier zijn er vijf ingegaan. Ja. Ja, en deze omtrek, laat ik maar zo zeggen. Want omdat ik daar alweer omhoog zie lopen, dan denk ik, nu zit het toch goed. Maar er is heel wat veranderd inmiddels in de bebouwing hier. Verschrikkelijk. Ja, verschrikkelijk. Dat derde hol, het hol waar jullie in zaten. Ja, waar Frans, die ook uit Renen kwam, en een jongen uit Utrecht en ik hebben in dat holletje van drie gezeten. Dat was echt een klein holletje, hoor. Want dat heb ik straks al verteld, dat je komt erin zitten en liggen en verder de rest niet. Ja. En wij zagen jullie een stuk van een weiland, kon je zien? Ja, en wij konden wel een beetje uitzicht hebben. Ja, dus dit zou het kunnen zijn, want erachter ligt een weiland. En hier zit die bungalow die dus eigenlijk op dat hol gebouwd is later. Later op dat hol gebouwd is. Ja. Dus, en toen zagen jullie buiten, terwijl je naar buiten keek, nog een arbeidsman rondlopen? Ja, een arbeidsman lopen. Dus achteraf denk je dan toch, hoe kan het dan toch, hè? Dat het toch... Ja, ik weet niet welke dag het geweest is. Ja. He, dus ja, een van die twee dagen. Dat jongens daar doodgeschoten zijn. He, op 8 september. Wij zijn op 7 op 8 in dit hol gekropen. En dan zie je dan... het zou wel de 9e geweest zijn. 9 september. Want toen zaten wij er ook nog in. En wij kregen ook... ze zouden ons de volgende dag eten komen brengen. Maar dat gebeurde ook niet. Maar wij durfden het hal ook niet uit, want de behoefte moest je er ook in doen. Ja. Dus kwamen ze om zaterdagmorgen in de vroegte. Er kwamen zo'n 6 man en die kwamen ons eten brengen. En die vertelden dan, er is iets verkeerd gelopen. En er zijn 7 jongens doodgeschoten. En er zijn er 2 uit het hal gegaan, die hebben alles verraden. Achteraf was dat helemaal niet waar, maar die verzetsman die moest natuurlijk zijn verhaal ook doen om zich vrij te pleiten. Hij zei, maar wat komen jullie vanavond halen? Dus het was zaterdagavond. Weer de hele avond zitten wachten, zaterdagavond. Geen mens kwam er van het verzet. Zondagmorgen in de vroegte, dan kwam er eentje van het verzet, of 2 van het verzet. Hij zei, we konden jullie holletje niet vinden. Maar die zaten bij het hal van 5 van die andere jongens. Dus zijn we met die 5 jongens en wij met z'n 3 en een paar verzetsmensen zijn we de bossen doorgelopen. Helemaal tot in Appelscha. Er waren zo tegen de middag, een beetje misschien een uur of 11, waren we in de boswachterij in Appelscha. En daar werden we in de Hooiberg gedaan met z'n allen. En dat was redelijk veilig. Ja,
Ja, dus. Ja. En daar kregen we 's middags ons eerste warme soep van de boswachtersvrouw. Dus 3 dagen niks? Ja, nou, een boterham, we hadden brood gekregen en wat drinken, hè. Zaterdag morgens. Maar, dat was het. Ja, en zondagsavonds werden we opgehaald. Frans en ik, en we kwamen dus bij dezelfde boer. Frans en ik ondergedoken gezeten bij de bevrijding. Dus de hongerwinter viel hier wel mee? Ja, ik weet niet hoeveel pond ik aangekomen was in een paar weken dat, dat we bij die boer waren. Ja, ja, ik bedoel, kijk. Ja, dus. Nou ja, maar ja, goed. Ja, en dan zit je dan met een klein boerderijtje. Het was een heel klein boerderijtje, het was een hoge smilde. Okay. Bij de familie Eggen. Ja. Daar kwamen wij terecht. Nou, die had al een zoon ondergedoken. En de oudste zoon die zat in het verzet. En dus ja, net wat ik zeg, het was een klein boerderijtje. Het huisje, er waren 2 bedsteden in. En een opkamertje met een bedstee. Dus ja, vader en moeder sliepen in de ene bedstee. Die 2 dochters in de andere bedstee. En die 2 zoons op het opkamertje in de bedstee. Dus Frans en ik moesten even op stal slapen. Hè, op stro. Ja, dan geeft dat nog echt dat er niks. Bedoel, je was blij dat je een onderdakadres had natuurlijk. Maar ja, dan s'morgens werd de stroper opgeruimd. Maar ja, dan moesten we met z'n drieën moesten we de tijd doorzien te komen. Dat was de eerste. Ja, dus ja, dan ga je vroeger rijden naar zo'n ouderwetse koffiemolen. Ja. Met draaien. Dus dan het meel wat dan gemalen moest worden, dat deden wij dan met de koffiemolen. Een draaikoffiemolen. Om brood te bakken. He? Ja, en zo nu en dan de waas draaien, aardappels schillen natuurlijk, dat was ons werk. Maar ja, omdat wij alle twee nog een beetje technisch waren, alle drie, zijn we aan het prutsen gegaan met een oude fiets en daar hebben we een trapmolen van gemaakt. Dus aan die molen hebben we een tandwieltje gemaakt. En dan zaten we 's morgens op de fiets te trappen om de rocht te halen. Nou, en toen zijn we begonnen aan een spinnenwiel maken. Alles met de hand, hè? Ja, je had geen gereedschap. Dus ja, daar hebben we een maand over gedaan. Ik denk dat hij net nog niet eens klaar was tot de bevrijding in april. De bevrijding kwam. Ja. Maar ja, we hadden in ieder geval wat te doen. Ja, ja, ja. Dan mochten we s'avonds een kwartiertje naar buiten. Hè? Dan mochten we bij de hooiberg zitten. Hè? Dat was om te luchten. En dan een keer s'nachts kwam er iemand bij ons liggen. En er was dan weer een verzetsman, die had weer iets gedaan. En die moest dan weer een paar dagen ondergedoken bij ons blijven. Of bij de boeren daar blijven dan. Ja, totdat hij weer verder kon. Ja, dan ging hij weer verder. Oké. Okay. Hier staan we dan bij het monument. Wanneer is dat gemaakt? 1946. Door de gemeente Vledder is dit ten neergezet. Ja, en toen zag het er ook zo uit? Of? Nee, toen zag het er zo uit. Eens even kijken. Daar kan ik rechtsonder nog iets zien. Die donkere vlek, wat is dat? Dat is de ingang van het hol. De ingang van het hol? Ja. Dus daar kroop men door naar binnen? Ja, ja, daar kroop men met z'n 9 naar binnen. Ja. En dat nieuwe monument, dat is... wanneer is dat ongeveer geplaatst? 1995 is het geopend. Want we wilden eigenlijk 1994 doen. Omdat het dan 50 jaar geleden was. Maar door alle omstandigheden van een beetje tegenwerking... werd het niet gerealiseerd en werd het een jaar later. In 1995 is door mevrouw IJzerstein geopend. Dat is de echtgenoot van Roelof IJzerstein. Ja, 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 ja. En die heeft het overleefd. Ja, ja. En twee andere jongens, hè? Die werden eruit gehaald. Ja. Omdat die het zonder zijn pak aan hadden, het goede pak,
moesten die onze holen aanwijzen. Nou ja, die konden ze gelukkig niet vinden. He, dat is geluk voor ons geweest. En, omdat die holen hier nogal ja, een stukje vandaan liggen. Nou, een stukje vandaan liggen, ja. Ja. Hoe hebben ze eigenlijk dit hol ontdekt? Ja, de volgende dag, ja, de commandant van de... Die, ja, die maakte zij niet druk als er één of twee mannen weggelopen waren. Hè? Ja. Want die werden door de politie, als ze naar bij wijze van spreken naar Renen moesten, werden door de politie werden ze toch weer opgehaald. Ja. Hè? Dus, Maar de ochtend nadat die overval was geweest van het verzet, toen waren er 21 man zoek. Dat was dus een heel ander verhaal. Ja, ja. En toen wilden ze dus wel... Toen werd die commandant de SD gebeld in Assen. Ja. En die kwamen met drie wagens en er zaten twee SD'ers en vier Nederlandse staatspolities, politiemannen. En die kwamen naar het kamp en die werden alle jongens werden ondervraagd die er iets van wisten. Maar ja, die zeiden ja, maar die twee die zijn... Die weten er meer van. Dus, die waren onderweg alweer naar die NSB-boer. Ja. Dus die werden teruggehaald en die werden toen verhoord. En op een Duitse manier natuurlijk. En dus ja, die zeiden van, nou ja, goed, daar en daar. En dus die werden in drie auto's gingen ze naar de Hoendeweg. En de ene die reed dus een eindje door. De tweede die ging bij de ingang, hè, bij het bospad. En de derde weer een eindje daar. En toen gingen ze met drie groepen naar binnen. In de bossen in, aan het zoeken. Dus de staatspolitie die heeft het hal dus ontdekt. En die heeft geroepen dat ze eruit moesten komen. En toen mochten die twee in het zondagse pak... Die mochten eruit. Waarom eigenlijk? Ja, omdat de commandant gezegd had, want de commandant was er ook bij. Die moest ook mee. Die moest ook mee. En de politieman, het leider, die moest ook mee. Dus, ja, dit... Die een had op wacht gestaan van in uniform? De een was op wacht, dus die was niet vrijwillig meegegaan. En de ander die had ook zijn goede pak aan. Dus wij hadden maar gewoon onze werkkleding aan. Ja, ja. Dus die een in het goede pak heeft eigenlijk geluk gehad? Ja, die heeft geluk gehad. Ja, ja, ja. En wie hebben er nou geschoten hier? Dat is de staatspolitie geweest. Alleen de staatspolitie, hoor. De SD's die stonden erbij te kijken. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, maar ze werden eerst werden natuurlijk afgeranseld, hè. Want ze moesten zeggen wie die verzetsmensen waren. Ja. Maar ja, dat wisten die jongens natuurlijk niet. Ja. Hè? Die kenden die jongens niet. Ja. Dus nou ja, toen zijn ze dus net wat Roelof ook al geschreven heeft, dat nou ja, vier erachter en drie ervoor. En vier voor en drie erachter. En toen werden ze geschoten. Dus vier zijn er aan deze kant doodgeschoten en drie aan de andere kant.